Ja, kijk, het is, je zult het niet verwachten, maar een dorpstraat, niks, geen lawaai. Dus schijnt hier een feestje aan de gang te winnen. Geen gedonder. Oh, hier slingertjes. Hey Gert, je bent er ook. Dat is toevallig. Is gewoon deur gewoon, is dat hier? Nou, wat zal de wind dan? Ik stond al een uur te wachten, man. Dat bleef je toch? Nou ja, je weet toch altijd, het goede volk komt later. Hé, hey, maar zo binnenkijken, want ik heb gehoord, Gleuvenskoers bent hier, Donnerzotters bent hier. En... Ik loop achter jou. Nou ja, kom dan maar. Kijk, er zit daar weer volk buiten. Hij zit op 20 uit. Kijk dan, de cup zelfs hier nu Brabant. Je snapt er geen kloten van. Deuren, nee, dat gaat allemaal makkelijk. Ingang, daar moet wat winnen. Oh hier, Gert, happies. Kijk. Nee, een warm welkom bij gewoon deur gewoon. Pannenkoek. Ja, sorry. Ik vind het allemaal zo lekker. Hey. Dan is je dit wel, was het veel. Even netjes aankleden, hè? Ja. Dus het gaat nu beginnen? Zo. Ja. Nee, we gaan nog niet officieel binnenhalen. Maar er is een... Hoi! Namens de Donnerzotters gaan we hier natuurlijk weer een mooi feestje maken. Maar ik wou jullie nog wel even iets geven, dat jullie straks na die tijd nog even wat lekkers met elkaar kunnen drinken. Aan wie mag ik hem geven? Wat jullie. Geef jij hem af? Ja, hij gaat hem wel delen hoor. Of we gaan hem wel delen. Ja, zeker. Nou, heel leuk. Dankjewel, erg leuk. Dankjewel. Super, gaan we zeker wachten. Gaan we een mooi feestje van maken. Dat gaan we zeker doen. Absoluut. Dankjewel. Nou, dankjewel. Is het nou klaar met het domme gevoel? Ja. Hij is wel. Even kijken of er. Hoe kan je met je? Hoe kan je afstand doen? Ja, joh, ik draai er al van, ja. Je snapt daar geen kloten van. Sassendonk is on tour. Vorige week zaten ze in Nijmegen en nou in Emst. In Emst? Ik denk, waar ligt Emst? Nou, eerst bij Apeldoorn linksaf, via Heerde, over Epe, via Oldenbroek. Nou, Gert kon wat taxichauffeur de west weer, want die wist de weg niet. Maar hier ben je dan, in de Blue Sky, in Emst. En het is gezellig. En kijk eens wat hier zit. Een parlement. Och man, daar word je jaloers op. Mathieu met de boord. Drummer van ik weet niet wat. Jacco... Nou ja, niemand weet wat ik kan. En de penningmeester. Dat weet hij zo niet. Die betaalt, hè. Dat is de belangrijkste mevrouw van het hele carnaval hier. Maar, wat ben je en wat doen we hier? Nou, het enige wat we hier doen is eigenlijk feest maken. En we zijn met gewoon deur gaan op ons pre-carnavalsfeest. Dat gaan we doen. Maar, dan zit ik hier zo te kijken, dan kunt er weer keel binnen. Dat kan hier allemaal, hè. Dat kan allemaal, maar als de grote baas binnenkomt, dan weet ik het wat. Dan moet ik hem stil om. Dat is hoe worden gelukt. Nee, maar zonder gein. Jullie bent 12 jaar geleden, vorig jaar, jullie een jubileum. Begonnen als carnavalsclubpie. Wat doet jullie al zo in het carnaval? Ja, de insteek is het bouwen van de wagen voor de optocht in Rossumdorp in Vaassen. Daar zijn we ooit mee begonnen. En we hadden er al, dat blijft ook wel ons hoofddoel. Maar we hadden al gauw door dat er meer was als alleen een optocht en het bouwen van. En dat er ook leuke feestjes waren. En, dus we zijn op uitwisselingen gegaan. En ook onze eigen avond gaan organiseren. Om mensen de mogelijkheid te geven om ons ook te bezoeken. En ook weer een gezellig feestje te hebben. Dus, Nou ja, en wie hebt net gezien, want dat kan Gert heel mooi allemaal in elkaar knippen. Ja. Er bent aardig wat vereniging hier. Ja, en niet alleen vereniging Goed Zwolle, maar eigenlijk... U het hele Sallandse en het Gelderse carnaval.
Arnhem, Patriotten bijvoorbeeld en Wezep. En, ja, ze komen echt naar Zwolle, uiteraard, waar we erg blij mee zijn. Dus ja. En Sasa noemt de Wezels. Dus, ja. Er is zelfs nog een vereniging uit België. Hè? Ja. Uit België, ja, dat is nog verder dan Zwolle, aan de andere kant op. Nou, dan maak je mij wel een beetje in de war hoor, maar hoe kom je aan zo'n vereniging, vraag ik me dan af. We zijn... Ja, dat is Jacco, de man van de PR, die weet hoe we aan verenigingen komen en ook hoe we er vanaf komen. Ja. Maar dan denk je, hè, zo'n man met zijn woord, die heeft verstand. Maar nee, Jacco heeft het hoogste woord. Ja, ik was 2 jaar geleden in Maasijk in België, daar waren we een optocht aan het kijken. En dat was een optocht die door corona uitgesteld was en later ingehaald werd, heel goed. En daar stond een groep naast ons en dat bleek ook een carnavalsgroep te zijn. En dat wekte de interesse en ja, we raakten in gesprek. En we hadden de medailles opvangen en die van ons hebben we opgestuurd, want die hadden we uiteraard niet bij ons. Maar we gaan elkaar een keer bezoeken en we komen een keer bij jullie een gezellig feestje maken. En daar is het toch ook van gekomen uiteindelijk. Dus dat is wel woord gehouden, zeg maar. Dus dat is wel iets moois. Ja. Nou ja, dat is wel bijzonder. Maar wat mij dan vooral heel erg intrigeert, hoe kan zo'n klein clubje dit financieren? Dan ga ik in naar de penningmeester. Ja, en Gert, dan ben ik helemaal op de knie. Want het is een klein meisje. Nou, als je bij ons lid bent van de vereniging, dan mag je elke maand 10 euro inleggen. Daar gaan we de carnavalswagen van bouwen. Dan komen er nog inkomsten binnen, zoals op avonden van vanavond. Daar verdienen we hopelijk een klein beetje aan. Daar kunnen we volgend jaar weer een mooie avond van maken. En de jongens zijn heel druk met de NPS, waar wat geld voor in kas komt. Nou, druk. Ik heb ze zien werken druk. Valt mee. Ze zijn er. Ze bent er. En ze brengen geld mee. Nee joh, mooi toch. Ja, maar ja. Dat is een mooie samenwerking tussen het Zwolse carnaval en het Emster carnaval, het Vaassense carnaval. Dat is toch mooi. Het werkt allemaal samen. En zo kunnen we allemaal samen feest vieren. Nou ja, Gert zal het nooit toegeven. Ik vind het donders mooi feest, maar Gert zal nooit zeggen, dat is mooi hoor. Want Gert vindt er helemaal niks aan. Hij begint alweer, zag je dat? Ja. Nee, kijk het eens, de groetjes uit Emst. En wanneer is jullie optocht? 10 februari in Vaassen. Ja, dat kunnen we niet, want er is optocht ook in Sassendonk. Ja, nou ja. Daarom zijn jullie nou hier. Heel veel plezier, dank jullie wel voor de uitnodiging. Ja. Het is een grandioze avond. Bedankt voor jullie komst. Super. Veel plezier vanavond. Leuk, top. Ik heb er een polonaise van. CV de Zumba's Ede met Prins. Ja, dan gaan we verder aansluiten met een CV Zuiderveszakjes uit Apeldoorn. Schoolte. En dan hebben we zeven. Het spijt me, ik spreek niet zo heel goed Vlaams, maar ik heb mijn best gedaan. Ja, en dan krijgen we een kleine favoriet van ons. CV, de gladde gadders uit Hattem. President Damien, president Jesse uit Wezep. Ja, ze zijn binnen. Prinses Wilma de Eerste en adjudanten André en Erik. Dat geeft niet, je bent de 25ste al, ik heb al geen tanden. Ja, en dan hebben we nog wat overige medailles. Ja, ja, kom op met je. Ja, kijk het eens. Je snapt het niet, hè? Nou zit hij hier bij die boeren in Emst. Die hebben een grandioos feest. En we lopen ten lief een Brabander. Dan zou je denken, carnaval heur in Brabant. Maar ik denk dat hij er wel anders over denkt. Stefan, wat vind je hier van het carnaval? Wat ik er hier van vind? Ja, wij vieren carnaval en jullie vieren carnaval. Dat is het verschil, hè? Maar wat is dan het cruciale verschil? Het feestje is zelden. Het bier. Is bier hier beter? Nee, wij drinken beter bier. Of veel meer? Veel meer ook, ja, meer. Ja. Jullie drinken geen cola Bienburg?
Nee, wij drinken. Nee, wij drinken Hertog Jan, hè? Nee, maar even zonder gekheid. Even zonder gekheid. Hier als Brabander, carnavalsdieren hard en nieren. Ja. Wordt hier uitgenodigd als DJ in Emst. Ja. Voor de derde keer, geloof ik al. Tweede keer. Ja, tweede maar, keer. Waarom kom je voor de tweede keer weer? Ja, niet verwacht. Nee, niet verwacht, maar wel gehoopt. Laat ik het zo zeggen, ja. Het is ons zeer goed bevallen. Dus het blijkt dat ook boven de rivier een beetje carnaval gevierd kan worden. Het doet een klein beetje zeer, maar ook wel tegen het perfecte aan carnavallen. Absoluut. En ik heb u ook foto's deuren gestuurd, want we kennen elkaar toevallig al langer. Ja, wij kennen elkaar. Ook van de wagens die wij bouwen. Dat was ook wel Charmeer. Je zit een beetje weinig papier-maché, maar verder, je doet je best. Mooi. Laat jij je foto's maar zien. Dat komt in de ondertiteling. Nee, maar... Ja. Het verbaast je wel een beetje, zonder ik vind het mooi. Ik vind het een mooi feestje. Wij komen hier graag. Ja. En het publiek gaat lekker mee. Verenigingen overal absoluut. Weg. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Ook met, ik denk dat je tijdens het verschil bij ons niet voor elkaar krijgt. Met echt alle verenigingen bij elkaar. En ik denk dat daar wel een puntje is dat... Eigenlijk is het een groot compliment van het Brabant aan het Overijsselse carnaval. Ja, maar ik weet niet of dat ik dat mag vertegenwoordigen, maar... Hou het tussen ons, Stefan. Ja, hou het tussen ons. Batse, we zijn hier in Gelderland. Is dit Gelderland? Nee, joh. Het was de Friesland. Hij drinkt te veel. Berenburg. Schrobbelaar. Oh, is wel lekker. Ja. Maar het is Schrobbelaar, hè? Schrobbelaar. Ja, Schrobbelaar. Nee, maar even zonder gekkigheid. Mooi dat jullie uit Brabant hier voor het tweede jaar weer zijn. Ja. En dat jullie het als grandioos ervaren. Absoluut. En dat, wij vinden het heel leuk. Je Brabantse pakje aan. En het staat er vol trots op, hè? Brabander. En het schijnt, jullie hebben ook een nieuwtje, hè? Hebben wij een nieuwtje? Ja, iets met bom. Ja, dat komt straks. Dat, Heel veel confetti is dat, het is een nieuwtje voor hier, inderdaad. Ja. We hebben hem uitvoerig getest. En een kilootje of twee per keer, dus op zich... Mooi, hè? Moet dat wel goed komen. Daar krijg je rotzooi van, hè? Ja, maar gelukkig hoeven wij het niet op te laten. En kik het is. En weet je wie moet vegen? Dat is Mathieu. Mathieu moet vegen, ja. Maar dan moet je straks even op Mathieu's sokken inzoomen. Ja, die heeft echt een DJ sokken schijnbaar. Die heeft een collectors item. Dus nee, maar absoluut. Mooi dat jullie hier zijn. Ja, grandioos. Vinden wij ook. Heerlijk. En nou gaan we maar bier drinken, denk ik. Of Cola Binburg. Nee, we gaan bier drinken. Ik ook? Ja, tuurlijk. Oké. Kijk het eens. Ja, kijk het eens. Dan komen wij hier dus uit de interviewroom, hè. Dan hebben ze bij gewoon deuren goed voor elkaar, hè. Ah, maar we lachen, hoor. Mooi kapelletje erbij. Heb ik niet gezien, Hans ons wel beloofd, maar... We hebben plezier gehad. Leuke interviews, plezier. U gaat er dus, want morgen, dan is bij de Kladdergatters. Ja, ben ik niet bij, maar dan heb je last van Sipie. Oh, joh, die Sip. Oh, mensen, plezier met Sip morgen. Wel trusten. Tot morgen. Appetjoe!